Dit is de Walkshow, de talkshow van de Climate Miles. Vandaag is het 24 november en alweer de 20ste Walkshow. En wij hadden wel het record vandaag. Hè? We hebben alle vier, en inclusief ikzelf, 30 kilometer gelopen. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Anneke, viel het mee? Het viel me enorm mee. Ik had verwacht dat het zwaarder zou zijn, ook omdat het gewoon hard regende. Maar ik vond het eigenlijk geweldig. Ik ben wel een paar centimetertjes gegroeid eigenlijk vandaag. Dus, ja, want van Wilco verwacht ik dat hij dat gewoon op zijn slofjes doet. Maar wij ongeoefenden deden dat toch maar mooi ook heel goed. Nou, je bent inmiddels ook specialist geworden, toch? Inmiddels heb ik wel wat kilometertjes in de benen, ja. Maar toch anders dan jij, denk ik. We gaan even kijken hoe de anderen het ervan afgebracht hebben vandaag. Want hier kun je zien dat wij geen weerbericht hebben, maar een sfeerbericht. Afval, van afvalbak naar Antarctica, dat afval voor ons is zoveel geld waard, maar niet alleen geld, ook qua sociale innovatie, qua omdenken, qua grondstof. En dat is de enige manier waarop we met 200.000 mensen die er per dag bijkomen op deze planeet, ook voort te kunnen blijven leven. Het is een hele mooie compacte groep geworden, gemotiveerde groep. Echt de diehards die nu doorgaan naar Parijs. Dit zijn de echte pikkels. Ik voel wel meer een soort euforietje, ook omdat het drukker is vandaag. Je voelt wel het einde naderen of zo. Zo van, oh ja, het gaat gewoon, we gaan het gewoon doen. En dat is wel een te gek leuk gevoel. Als vandaag, waarbinnen het een beetje regent, ja, het past natuurlijk wel. Je moet er een beetje wat voor over hebben. Het lijden. Ja, dat hoort er ook wel bij. Als het alleen maar zon zou zijn, ja, dan is het te makkelijk. Hè? Ja. Geef mij maar dit weer in plaats van 25 graden. Helemaal goed. Jij zit wel lekker in je vel. Ja, absoluut. Ja, een lekker regenachtig dagje. Wilco, het thema van vandaag is Zero Waste. En dat kwam eigenlijk bij jullie twee vandaan, want jullie zijn bezig met een heel bijzonder project. Vertel daar eens wat van. Ja, nou ja, zoals het in het filmpje ook al aangaf, van afvalbak naar Antarctica. Dat is de kortste one-liner die je kan verzinnen. Dat betekent dat wat wij achterloos zeg maar, in die afvalbak deponeren, daar gaan wij eigenlijk vanuit dat dat waardeloos is. Wij stellen eigenlijk de vraag, nou, wat is nou weer de werkelijke waarde? Iedereen voelt hem wel aankomen. Die is vele malen groter dan wij zeg maar, dat inschatten. Wij zeggen, weet je, wij gaan van die afvalbak gaan wij een auto bouwen die op zonne-energie uiteindelijk naar de Zuidpool kan rijden. En dat gaan wij doen met de jeugd. Die gaan stadsjutten, zoals wij dat dan noemen. Dus dan gaan wij, nadat we het een en ander verteld hebben over afval, wat geen afval is, hoe je dus uiteindelijk door die krachten te bundelen letterlijk een grondstof ophaalt waar je zeg maar via een 3D-printing proces een stukje gaat printen, een puzzelstukje van die auto en die gaan we uiteindelijk met al die scholen weer verbinden. En dan krijg je dus dat er uiteindelijk hun auto ontstaat waarmee wij in 2018 op de Zuidpool aan gaan komen. En ja, hoe vet is het dan dat jouw boodschap die jij gecreëerd hebt met een 3D-printer met afval uiteindelijk op die Zuidpool staat. En waarom nou op die Zuidpool? De Zuidpool is ons laatste ongerepte continent. En we hebben daar een aantal slimme afspraken gemaakt. Dat we daar namelijk al zero waste zijn. Dan kan je geen afval achterlaten. Hoe mooi is dat als we dat ook hier kunnen organiseren? Dat kan ook. We zijn het er ook over eens dat het anders moet. In die zin dat 200.000 bewoners per dag erbij komen. De aarde wordt niet groter. Dus hoe kunnen we nu nog steeds dat afval wat we achterloos in de prullenbak gooien, nog steeds verbranden? Via hele. Maar wat gaan die kinderen dan jutten waar jij dan een auto van maakt? Die kinderen halen dus eigenlijk de grondstof op, letterlijk en figuurlijk, waar wij die auto van bouwen. Wat heb je nodig dan aan grondstof? De boodschap is dat we eigenlijk met afvalplastic letterlijk figuurlijk die auto gaan bouwen. Vooral plastic dus? Ja, vooral plastic. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over plastic. Uiteindelijk gaat het over ons gewoontegedrag dat wij achterloos
van alles weggooien in de veronderstelling dat daar dan, want dan krijgt, zegt de burger, ja, maar ik ben aan het scheiden. Ja, maar weet je dan wat er vervolgens mee gebeurt? Want uiteindelijk gaat natuurlijk de grootste hoop weer in vlammen op. En dan zeggen we, ja, maar we maken er energie van. Ja, maar we hadden toch net geconstateerd dat we naar een circulaire economie moeten, net als de natuur circulair is. Hoe kan dan die techniek nog steeds lineair zijn? Nou, dat is dus een boodschap die mogelijk opgepakt kan worden door de politiek, maar met name door jezelf ook gewoon gecreëerd kan worden. En hoe gaaf is het als je de niet geconditioneerde kinderen daarmee in hun kracht kan zetten en eigenlijk een auto terug kan geven die ze zelf hebben gebouwd. En zelf dat wordt een plastic auto dan? Van, ja. Nou ja, de body. En die rijdt ook? De body, ja, die gaat ook rijden. Voor het eind van het jaar hebben we een prototype rijden op het strand. Nog niet helemaal klaar met de zonnepanelen. Maar het geeft even aan dat het kan al lang. Alleen, er moet iemand zo gek zijn om het uiteindelijk ook te gaan doen. En het bijzondere van dit hele project is, we hebben het nog steeds niet over geld gehad. En is het dan vlak daar op de Zuidpool? Kan je daar gewoon rijden met Nee, Antarctica is een ongelooflijk onvergetelijk continent, zeg ik wel. Het is een soort Parijs-Dakar. Nou, we weten, als je het een klein beetje volgt, wat daar allemaal elke dag kapot wordt gereden. Het is aan ons om de boel nu een keer heel te houden. Daar met gevoel door dat landschap heen te cruisen. Op de kracht van de natuur. En by the way, we kunnen niet even een volgauto laten rijden, zeg maar, om dan de problemen die wij veroorzaakt hebben 's nachts op te lossen. Dus we zullen echt vanaf het moment dat we op Antarctica aankomen, het liefst met een zeilboot overigens ook nog, op en neer naar de Zuidpool, geheel zelfsupporting te zijn, omdat we niet kunnen terugvallen op enige, nou ja, 112 dienst die je maar kan verzinnen. En jij gaat dat ook doen, Edwin? Ja. Heb jij al eens eerder op de Zuidpool nee. gebivakkeerd? Op de Zuidpool heb ik nog niet gebivakkeerd, maar ik ben in goede handen van Wilco, dus daar maak ik me niet zo druk om. Maar hebben jullie dan nog 20 mensen omheen lopen of ga je echt met z'n tweeën? Nee, we gaan echt met z'n tweeën. Ja. En dan slaap je in die auto? Ja, we gaan dag en nacht door. Het wordt een tocht van 2300 kilometer. We gaan ook nog eens 3000 meter omhoog. Het is echt een helse tocht. Alles wat je kan bedenken wat extreem is, is op Antarctica nog extremer. En ja, weet je, zoals mijn kinderen dat zeggen, het is gewoon vet cool dat de jeugd dit gaat realiseren. Jouw kinderen vinden het wel vet cool dat jij dat gaat doen. Absoluut. Absoluut. En vooral ook, ga jij maar lekker naar de Zuidpool. Ja, maar vooral ook omdat het een tocht wordt van kinderen die met emotie dit hebben samen gerealiseerd. En niet dus van een multinational die dit even heeft gefinancierd en een tochtje van ons beiden. De hele expeditie begint eigenlijk al op het moment dat we met zo'n klas gaan stadsjutten. En dat we met zo'n klas hebben gesproken over wat is nou duurzaamheid? Wat is circulair? En wat zou nou jouw boodschap zijn als klas aan de wereld? En dan ga je met een 3D-printer boodschapjes maken en die plak je dan op je auto? Ja, we gaan echt puzzelstukjes maken die uiteindelijk de body van de wagen vormen. En ja, als wij dan op Antarctica staan en naar de Zuidpool, of op de Zuidpool aankomen, dan is onze boodschap aan de wereld van, als wij nou met bestaande technologie deze extreme tocht kunnen maken, duurzaam, hè, zonder emissie en op basis van zero waste, welk excuus heb jij dan nog in je veilige thuissituatie om niets te doen aan duurzaamheid? En dan staat daar een wagen die helemaal vol zit met boodschappen van de Nederlandse jeugd. Nou, hoe gaaf is dat? Dat de wereld ziet dat in Nederland gewoon kinderen van groep 6, 7 en 8... dit mogelijk maken. Het lespakket is er al, hè? Dus het gaat naar 5000 basisscholen als het goed is op dit moment. De 32 lessen van de toekomst. Dus ja, we zijn al helemaal aangehaakt. Het gaat gewoon gebeuren. En jij hebt jouw kinderen thuis al een beetje omgevormd, hè? Je hebt al een proces doorgemaakt van afval afschaffen eigenlijk. Ja. Ja, ik vind het wel belangrijk dat je accountable bent. Dat je aanspreekbaar bent op wat je doet. Dus als je de hele dag roept dat duurzaamheid belangrijk is, wat is nou precies dan je eigen bijdrage en hoe ervaar je dat nou zelf? Dus we hebben thuis zero waste beoefening opgepakt. Ja, dat is fantastisch om dat mee te maken. En hoe doe je dat dan? Want ik heb elke week, weet ik veel, 20 pakken melk. Ja. Die mogen niet in de papierbak. Hoe doe jij dat dan? Nou ja, we zijn begonnen door ons eerst af te vragen van, ja, wat is ons afval dan? Mijn kinderen wilden er eerst helemaal niet aan beginnen. Ik wil geen tover worden. En straks ga je nog in een jurk rondlopen met een kralenketting. Nou, dat was het allemaal niet. En dan ga je eerst bedenken van, ja, maar het is heel moeilijk. Hè, want waar moet ik dan boodschappen doen? Maar we wisten eigenlijk helemaal niet wat er in de kliko zat. Dus wat hebben we gedaan? We hebben hem gewoon omgekeerd op de tuintafel. En we hebben gewoon geconstateerd dat daar ons gewoontegedrag op lag.
geen afval, maar ons gewoontegedrag. En we hebben dat gesorteerd en we zijn tot inzicht gekomen. En we hebben een eerste actie gepleegd. En zo in de weken daarna zijn we steeds beter omgegaan met vuil. En binnen 2 weken hadden we gewoon geen grijs afval meer. Nou, dat is toch fantastisch. Ja, ik vind het heel knap. En jij zegt, waar gaan we boodschappen doen? Nou, bij Albert Heijn. En Albert Heijn heeft, los van alle afval, waar we misschien direct ook nog even op komen, een hele ambitieuze doelstelling. Die ik zelf wel heel mooi vind, omdat je ziet dat landen afkoersen op 2050. En jullie hebben eigenlijk gezegd, wij gaan al in 2025. Ja, wij willen in 2025 willen we meer zijn dan een energie-neutrale winkelorganisatie, maar dat we energie gaan leveren. Dat is onze droom, dat is onze ambitie. Dus dat duurt nog heel lang, ja. Maar dat gaat dus ook, dat gaan we bij elkaar ontwerpen. Met inderdaad al die kleine puzzelstukjes. Dus jullie verhaal spreekt me enorm aan. Dat je gewoon zegt van steeds kleine stukjes en of je dat nou 3D print of dat je iedere keer weer een nieuw initiatief neemt, waardoor we in eerste instantie steeds minder CO2 gebruiken in de winkels en in de distributiecentra die we hebben en in de vrachtauto's die voor ons rijden. Maar dat we uiteindelijk, en ik denk dat dat voor ons wel een hele belangrijke wordt, dat we een stuk echt nieuwe techniek met elkaar gaan ontwikkelen. Omdat de huidige techniek, ik verwacht dat die over een jaar of 5 zeggen van hé, dat doet niet meer. En dat we op een hele andere manier aan energie gaan komen. Mijn droom is dat over een jaar of 5, 6, dat we gewoon geen stekker meer hebben waar elektriciteit de winkel in komt. Maar dat we op een andere manier de energie hebben opgewekt. Heb je een heel klein beetje een idee hoe dat Mijn droom is biogas. Dus dat is echt, de droom. Je ziet dat voor de vrachtauto's. We hebben afgelopen week een LNG-station geopend samen met Shell. Waardoor we zelf LNG-gas, wat 65% minder CO2-uitstoot heeft, waar we vrachtauto's op gaan rijden. Nou, op enig moment moet dat natuurlijk ook gewoon naar de winkels kunnen komen. Dat we op die manier de warmte opwekken, wat gebruikt wordt om te koelen. En waardoor het koelen weer gebruikt wordt om de winkels te verwarmen. En dat we het op die manier gaan doen. En de volgende stap is dan bio-LNG. Ja, dat zou echt mijn droom zijn. En dan heb je het helemaal circulair opgepakt. Want je wil dan ook jullie eigen GFT afval of zo? Op dit moment is het nog zo dat wat we over hebben in de distributiecentra gaat naar de voedselbanken. Wat we over hebben in de winkels, dat gaat in Amsterdam van een aantal winkels, gaat dat naar het restaurant In Stok. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Maar het is een restaurant wat een initiatief is van 4 jonge Albert Heijners die gezegd hebben van hey, dat willen we niet meer. En daar wordt, stel je hebt een mandje met mandarijntjes en er eentje is er niet meer goed. Normaal zou de rest dan weggegooid worden. Nou, dat gaat nu naar die restaurant. En dan heb je die avond heerlijk mandarijnensap of een leuke mandarijnensalade of een toetje of wat dan ook. Op die manier kookt het dus iedere dag anders. Nou, sowieso gaan we dat verder uitrollen. Wat er overblijft gaat nu bijvoorbeeld naar veevoeder. Maar ik denk dat het heel mooi zou zijn als je dat kan omvormen tot een brandstof. Waardoor je het helemaal circulair maakt. Hoef je het ook niet meer te vervoeren. Hè? Dan blijft het ook gewoon op de plek. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dat ze dat voor elkaar krijgen. Praat je totaal over toekomstmuziek? Dat is wat het is. Maar je zegt eigenlijk binnen 10 jaar wil ik meer duurzame energie opwekken dan ik gebruik aan energie. Ja. Dat is wel een heel ambitieus. Ja, dat is heel ambitieus. Nou, wat daarbij komt is uiteraard ook zonnepanelen. Ik verwacht ook dat die steeds efficiënter worden. Dat er gewoon steeds meer uit te halen is. Wat natuurlijk helemaal mooi zou zijn is dat we het ook kunnen gaan vervoeren. Hè? Want op dit moment is dat natuurlijk toch nog steeds lastig. Dat we windenergie kunnen gaan opwekken. En dat we het op die manier voor elkaar krijgen. Maar het begint met gewoon minder gebruiken. Uiteindelijk is dat altijd nummer 1. Gewoon zorgen dat je gewoon minder nodig hebt. En de Zero Waste initiatieven zijn daar een hele mooie voor. Ja. Mooi. Nou, ik vind het wel een mooi signaal dat heel veel bedrijven die wij tot nu toe hier in de workshop hebben gehad, allemaal voor 2030 meer energie zelf willen opwekken dan ze gebruiken. Dus we kunnen gewoon makkelijk 20 jaar sneller dan wat je nu in de politiek hoort. We hebben hier ook een nieuwe topauteur en tevens onderzoeksjournalist aan de tafel zitten. Enige tijd geleden ben je bij mij langs geweest om met die interview als inspiratie. Dat heb je volgens mij met meer mensen gedaan. Mm-hmm. Vertel eens, wat ligt hier voor ons?
Dit boek heb ik denk ik 2 jaar geleden verzonnen dat ik dacht van... het was denk ik tijdens een reis in Indonesië, waar het oerwoud letterlijk in een hele grote... verdwijnt in een grote fabriek, in een papierfabriek. En toen dacht ik, in principe staat het iedere dag in de krant, maar dit gaat gewoon door totdat de laatste boom om is. Toen dacht ik, ik moet iets verzinnen waardoor mensen op een andere manier het nieuws gaan absorberen of tot zich nemen, waardoor het misschien wel blijft haken. Uiteindelijk is het niet over het oerwoud gegaan, maar gaat het over de olielobby en klimaatverandering. Nou, Parijs kwam eraan. Toen dacht ik, als ik nou... het verhaal gaat over 5 mensen die zich voorbereiden op die klimaatconferentie in Parijs. En dat zijn bijna CEO van Shell, die nog 1 stapje moet maken om CEO te worden. Een Shell-lobbyist, een wetenschapper, een Greenpeace-activist en iemand uit de politiek die de beslissing gaat maken wat we in Parijs gaan doen. En hun levens gaan helemaal door elkaar. En dat is allemaal fictie. Maar de achtergrond is helemaal gebaseerd op research. En dat is de lobbyist geworden. En dat is 3 dagen uit nu. En het idee is dus een spannend verhaal. Spannend. Het is Joris Luijendijk, maar dan leuker opgeschreven over een belangrijk onderwerp. Maar het is een Arend van Muiden. Het is een Arend, precies. Het is een Arend van Muiden. Je moet natuurlijk gewoon zelf lekker gaan. Joris Luijendijk, Joris die kent iedereen. Dus als je net zo'n boek als hem gaat verkopen, dan doe je het goed. Ja. Ja. Er zit er ook nog een beetje romantiek in. En een happy end. Ik heb 2 eindes. Ik heb eentje hier en een alternatieve op de website. En dat zal afhangen van de klimaattop. Dus die schrijf ik na de klimaattop. Oh, echt waar? Ja. Oh, dat is wel heel grappig. En de website is een soort, het noemen we steeds het tweede scherm. Dus er zit allerlei informatie in met achterin een index met 150 kreten uit het boek. En dan denk je, hè, hoezo hebben we... IPCC, de klimaatconferentie, de discussie, Big Green, Noordpool, COT-tax. Kun je in de computer of de website invoeren. Dan zie je alle krantenartikelen waar ik dat uit heb. Of wetenschappelijke stukken of interviews. Dat is de journalistieke verantwoording van het boek. Wauw, klinkt als een heel modern boek. Ja, ik heb nog een paar dagen om het te lezen voordat we de laatste workshow hebben. Dus jongens, we gaan niet meer naar de kroeg vanavond. En moet lezen. Ja. Voor we daarover verder praten, gaan we even kijken wat de mensen die hier in de zaal aanwezig zijn vonden van Zero Waste. Want we hebben ook een poppenkast. Doe ik het parapluutje even open en die hou ik dan even achter je. Ja, ik help je zo wel met open doen, dat lukt wel. Hey, het thema van de walkshow vanavond is Zero Waste. Maar ja, niemand is helemaal Zero Waste, denk ik. We hebben allemaal onze guilty pleasures. Wat is nou jouw secret waste? Hij mag open. Mijn secret, dat ik probeer elke dag van een bepaald gewoontegedrag af te komen. Dat lukt en dan word je heel trots en dan denk je yes. En wat lukt er nou niet? Wat moeilijk is dat je soms toch denkt, ja maar dit kan niet. En dan ga ik lezen of ik ga googlen of ik ga andere mensen spreken en dan denk ik, maar die hebben het al gedaan, dus het kan toch. En wat kan er nou niet? Wat kan nou niet of waar heb je het moeilijk mee? Ik heb allemaal oldtimers met grote motoren. Dat ik wel eens mijn glas niet scheid. Toch nog een beetje dat ik nog steeds vlees eet. Ik ben wel vegetarisch, dus daar probeer ik iets goeds aan te doen. Maar aan de andere kant hou ik ook wel van veel avocado's en kiwis en alles wat wel met het vliegtuig van ver weg is gekomen. En ik ben echt dol op verre vakanties. En dan neem ik ook nog mijn gezin mee. Dus dan ben ik ook niet eens in mijn eentje, maar zijn we met z'n vieren. Als je nou begint met de volgende keer alleen gaan. Nee. En Wilco, dit was niet jouw oorspronkelijke onderwerp. Hè? Jij hebt wat poolreizen gemaakt, wat bergjes beklommen. Wat heb jij nou het meeste ontdekt toen je hieraan begon? Ik neem aan dat je een heleboel dingen niet wist en dat je, zoals je ook zegt in de podcast, op onderzoek uitging. Zijn er nou dingen die jou heel hebben verbaasd of van je dacht, dat wist ik echt niet? Of wat raar dat mensen dat zo doen? Ik ben al heel lang met het project bezig eigenlijk. En we hebben heel lang gedacht van met die auto op zonne-energie, die uiteindelijk voor de jeugd bedoeld is. Hè, want dan moet Antarctica behoeden en de jeugd zijn daar de beslissingsmakers in voor in de toekomst.
En ik dacht, ja, zonne-energie, dat is het toch. Ik bedoel, dat, hè, we weten straks dat energie gewoon gratis wordt. Ik bedoel, het nieuwe slochteren ligt op onze daken. Maar ik kreeg dat toch onvoldoende over de bühne op de een of andere manier. Dus ik heb de conclusie moeten trekken, helaas, dat zonne-energie is blijkbaar te ingewikkeld. Of mensen vinden het te technisch of het kost geld. En nou ja, uiteindelijk is mijn partner ook nog overleden in van het voorjaar, Mark Cornelissen, met wie ik het project trok. En toen kwam ik ook wel letterlijk in een zwart gat terecht. Dat ik dacht, nou, misschien is dit ook wel een soort teken dat ik ermee op moet houden of zo. Ja, totdat ik uiteindelijk Edwin tegenkwam. En die heeft mij letterlijk aan het omdenken gezet. En op die gedachte gebracht van, je hebt het over de kinderen, de next generation, Antarctica. Hey, Antarctica, is dat niet afvalvrij? Ja, is afvalvrij. Hey, zero waste. Hey, zou dat... En toen kwamen we op het idee, als we dat nou eens met elkaar verbinden. En toen zat ik natuurlijk nog steeds vast in het patroon van, ja, maar wat is dat dan? En hoe moeilijk is dat dan? Ja, is dus blijkbaar helemaal niet moeilijk, want hij beoefende die methodiek al. En hij gaf, nou, als je nou eens begint met dit en begint met dat en eens kijkt tot naar, daarna en kijk eens daarna. En vervolgens ga je dus aan de slag en dan zie je dus hoe snel je resultaten in een week kan boeken en hoeveel fun dat dus ook blijkbaar oplevert. Nou, dat deden we niet alleen in een particuliere huishouden, maar ook nog bij een prachtig bedrijf als Green Iglo. Daar zie je dat als je zo'n expeditie binnen een bedrijf neerzet, van jongens, jullie kunnen naar zero waste toe, maar er gaat nog iets bijzonders gebeuren. Je gaat namelijk van je werknemers innovatief gedrag vragen eigenlijk. Want het omdenken is ook eigenlijk anders naar je processen en je business kijken. En ga je het hebben, hebben jullie wel eens nagedacht om anders in te komen? Anders in te kopen? Hoezo anders inkopen? En vervolgens valt het kwartje en denk je, oh ja, als we anders gaan inkopen, hebben we minder afval en dus winst op meerdere vlakken. En dat heeft voor mij ook, ja, gewoon ongelooflijk veel gebracht, dat je dus ziet dat je aan een methodiek die geen geld kost, sterker nog, het gaat je geld opleveren, maar we willen dat eigenlijk niet zoveel over geld hebben, want het gaat over dat gedrag. Dus met andere woorden, waar wij onze mond van vol hebben, namelijk dat we circulair moeten worden en die grote begrippen als duurzaamheid, MVO, maak het nou eens klein en begin nou gewoon eens. Pak het nou eens op. En dan ga je ook nog lol beleven met elkaar, want je gaat elkaar er wel op aanspreken. Is dat ook iets voor Albert Heijn, Anneke? Kan je daar wat mee? En je al je collega's erop aanspreken, zo min mogelijk afval? Of kun je van al het afval af? Ik hoorde iets vanmiddag over bloot brood. Ja, ja. Ik denk absoluut. Ik denk wel dat er altijd twee bewegingen zijn. Het is de beweging van beginnen en de kleine stappen en het zelf doen en mensen erop aanspreken. Maar ik geloof ook wel echt in groot denken. Dus ik, want natuurlijk de stapjes moet je zetten, maar enorme veranderingen komen toch omdat mensen echt gewoon de speer vooruit willen. We gaan echt daarheen en we weten nog niet hoe we dat moeten doen. Maar het groot denken. Want de kleine stapjes, dat is bewustwording, dat is fun, hè, dat kan je doen. En ik geloof wel in dat je het allebei moet doen. Maar nu het volgende stapje. 1,5 miljoen basisschoolleerlingen die in een week tijd een kilo plastic meenemen, dat is 1,5 miljoen. Ja, maar dat miljoen. Vind ik dus groot denken. Precies. En ja. Dat is dus, ja. Dat begint dus wel met iets A, bij de jeugd beginnen. Ja. Dan volgen de ouders wel. Ik zeg wel eens, wij zijn heel eigenwijs. Vooral ik. En dan vervolgens met gewoon een super sexy project komen. Ja. Van hoe vet is het als je toch een auto kan bouwen van afvalplastic en daarmee op zonne-energie. En we hebben nog steeds niet over geld gehad. Wauw. En wij komen elke keer als het over duurzaamheid, circulair, ja, dat kost geld. En het kost helemaal geen geld. Ja. Het is gewoon een gewoontegedrag wat we anders moeten gaan inzetten. Ja, je hebt mij het woord geld nog niet horen gebruiken. Nee, maar goed. Nee, maar dat blijft wel. De investeringen zijn dus relatief. Ja, maar een investering op het moment dat je weet dat je er binnen een paar jaar geld mee verdient, is een investering gewoon een rendabele investering. En op die manier moet je er wel naar kijken. Ja. Maar wat ik heel mooi vind van jullie project is dat je inderdaad al die scholieren, al die jongeren, dat ze inderdaad dat gaan doen. Wat natuurlijk het mooiste zou zijn, is dat ze het niet eenmalig doen voor de auto en dan gaan ze iedere dag naar de tv kijken, omdat jullie dan natuurlijk geweldig daar naartoe rijden, waardoor er een soort verlangen ontstaat ook bij hun. Maar wat natuurlijk het mooiste is, als ze daarna ook ongeveer aan het volgende project, of dat ze het echt zelf gaan doen. Maar dat hebben we ook al in ons hoofd, hoor. Dat is met name het ding van hoe ga je nou echt gedragsverandering krijgen bij ze. Wat wij proberen te bewerkstelligen is dat we laten zien dat, en kinderen doen dat, hè, dus dat is een heel mooi voorbeeld, dan moeten multinationals of ondernemers dat ook kunnen, lijkt mij.
door de beoefening van Zero Waste ga je ontdekken dat je wel degelijk heel veel kracht en power hebt. Dat je door omdenken tot hele nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden kan komen. Nou, die creativiteit zit niet in het afval, dat zit in de mens. En als het in de mens zit, kan je dat ook in je primaire processen gebruiken. En dat betekent dat eigenlijk Zero Waste een fundamentele beoefening is om te ontdekken hoe je uiteindelijk een circulaire onderneming neer kan zetten. Ja, en daar zit de grote winst. Want ja. Dat betekent dat je geen afscheid neemt van je materialen, maar dat je die later, hè, als de levensduur op is, weer weet her te gebruiken, doordat het aan de inkoopkant weer terugkomt. Ja, en dat betekent dus wel dat je gewoon verpakkingsmateriaal mag hebben. Maar op het moment dat je het op een goede manier weet her te gebruiken, is het dus ook geen probleem. Dus we moeten elkaar niet de maat nemen van heb je wel verpakking of niet. Of volgens mij is het veel belangrijker. Wat zit er in de producten? En zijn dat eerlijke producten? Zitten er daar geen kunstmatige toevoegingen in die je niet wil? Of is het op een manier samengesteld zodat je het niet kan hergebruiken? Want op het moment dat je voortdurend mooie dingen van ergens van kan maken, is het natuurlijk ook geen enkel probleem. Maar het is toch wel, als je kinderen natuurlijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat je kinderen leert van weinig afval en zo, dat soort dingen. Maar ik denk dat het toch ook wel een goed voorbeeld is als zij naar een winkel gaan waar in principe heel weinig überhaupt is verpakt. Als zijnde een signaal vanuit de volwassenen naar kinderen toe. En wat leert dan meer dan? Nou, dat van nu leren ze van hoe gaan we met afval om. Maar misschien zouden ze ook kunnen leren of überhaupt niet met afval in aanraking hoeven komen. Nee, maar het uitgangspunt afval bijvoorbeeld is misschien in een supermarkt. Je gaat ervan uit dat afval slecht is. Nou ja, hoe minder afval lijkt mij, hoe beter. Hoe minder je dan hoeft te recyclen. Ja, maar dan is het woord afval is een negatief iets. Een verpakking hoeft niet iets negatiefs te zijn. Nee. Op het moment dat je dat gewoon prima kan hergebruiken. Op het moment dat je het in je tuin doet en het is daarmee gewoon is het gewoon een soort compost voor je tuin. Ja. Is natuurlijk niks aan de hand. Nee. Dus het gaat erom wat is de perceptie van de dingen die je gebruikt. Ja. En volgens mij is het, tenminste, dat zou voor mij de innovatie zijn die we met elkaar hebben. Dat we elkaar niet meer de maat gaan nemen van hey, dat kan niet of nee, maar wat is het en wat kan je ermee? Want dat vind ik dus ook geweldig van deze Climate Miles. Dat je gewoon groepen mensen bij elkaar die op een andere manier met elkaar gaan praten. En de tijd nemen om elkaar vragen te stellen van hey jongens, hoe kunnen we nou de volgende stap zetten in plaats van meteen een mening te hebben. En dat is in ieder geval wat ik mijn kinderen probeer te leren. Ga nou niet meteen een mening hebben, stel een open vraag. Ik ben het met je eens. Hè? Kijk, als je iets levert met een verpakking. En ik zit zelf nu op dit moment ook in een verpakking. Ik ga ook niet hier blozen. Lekker. Ik zit er mij niet mee op. Maar als je iets levert met een verpakking, maar zegt die verpakking is voor mij. Dus we moeten. Ik ben daar verantwoordelijk voor. En ik zorg ervoor dat dat inderdaad circulair goed gebruikt wordt. Dan is het oké. Dan is het ook geen waste. Dan is het geen afval. Ja. Maar dat gebeurt nu natuurlijk nog niet. En dat gebeurt nu. En het gaat nu nog niet alleen over plastic. Het gaat natuurlijk ook over textiel. Het gaat over e-waste. Weet je wel, we hebben het wel over. Nou, we scheiden al 45%. Die getallen kloppen overigens niet, maar dat is daar later. E-waste is nog maar 15%. Wat is e-waste? E-waste, dus mobieltjes, oude koelkasten, magnetrons. Ja. Die brengen we dan ook nog helemaal naar Accra, ergens in Afrika. Mm. Het is toch om je rot te schamen. Ja. Nou, kortom, wat een opportunity ligt daar voor ons jongens. Hoezo innoveren? Nee, omdenken. Gewoon anders naar kijken. Laten we het nou toch organiseren. Gewoon wij. Niet de overheid, niet de industrie, want het duurt veel te lang. Arend, zit dat ook in jouw boek? Of zijn jouw mensen belerend? Of probeer je ook nog een boodschap over te brengen? Of ben je echt de onderzoeksjournalist die dingen op tafel legt en wij mogen zelf conclusies trekken? Dat hoop ik wel. Ik heb in ieder geval de... Het was niet jouw doel om te zeggen klimaatverandering is een groot probleem of zo? Ja, dat is stiekem wel de boodschap. Oh, dat is okay. Nee, maar het is een beetje te makkelijk om bij wijze van spreken Shell als de boeman af te schilderen en Greenpeace als goed. Mm-hmm. En er zijn ook daadwerkelijk, ik bedoel, het is natuurlijk ook op een bepaalde manier ook genuanceerd. Maar ik denk dat het gedrag van mensen ook te beïnvloeden is om, als ze veel van het onderwerp weten. En ik merk bijvoorbeeld bij mijn eigen vrienden die echt wel van de wereld zijn, gewoon heel weinig hiervan weten. En ik denk dat als je het echt weet, dan ga je ook pas nadenken over hoe sta ik er nou eigenlijk zelf in, wat kan ik zelf doen. En het heeft ook te maken met op welke politieke partij je stemt. Want ik ben hartstikke voor duurzame energie, maar ik stem wel op de VVD, want ik geloof in, ja, dat kan gewoon niet.
Dat kan gewoon niet, want dat klopt niet. Je kan niet op de VVD stemmen die van 120 naar 130 gaat en duurzaamheid belangrijk vindt. Nou, daarvoor is dit boek. Okay. Maar verder moet je het helemaal zelf bedenken. Steeds nieuwsgierig. Het begint natuurlijk al in ons onderwijs, weet je. Daar is natuurlijk nog steeds de oude methodiek van toepassing, dat ze afgerekend worden. Nou, kom ik weer, weet je, op dat rekenen en talen en CITO. Die creativiteit die we eigenlijk vragen hier van elkaar, dat omdenken, dat anders kijken, wordt natuurlijk ook niet echt gestimuleerd. Nee. Dus als we daar nou eens wat meer energie in zouden, en doen we het dan op vrijdagmiddag gewoon en vragen wat die kinderen, wat wij dus gaan doen, wat vinden jullie, wat zouden jullie nou ons als volwassenen willen mee? Nou, en dan komen ze met hele concrete toepassingen. Mm-hmm. Laten we dat nou dan eens een keer oppakken, in plaats van zeggen, ja, kost allemaal wel veel geld. Dus vraag ik altijd, ben het helemaal niet eens. Vraag ik altijd maar, wat en wat nou als die natuur een factuur stuurt naar Albert Heijn? Want diezelfde verpakkingen over al die stukjes vlees, die allemaal in apart, met een apart cellofaantje, een apart bakje, 550 kilo per persoon per jaar, met drie gezinsleden, 1500 kilo. Kunnen we daar nou niks aan veranderen? Ja. Nou, laten we dat dan doen. Ja, en volgens mij is iedereen er heel hard mee bezig. Mm. En wat ik namelijk echt geweldig vind, wij hebben jongeren op dit moment bij ons werken die juist wel enorm goed kunnen rekenen, wat ik heel fijn vind. Want juist ook maar rekenen ze ook aan die natuur? Is het heel fijn als je voor duurzame initiatieven juist goed kan rekenen, zodat het ook gewoon eerder overal wordt toegepast. Want hoe je het ook weer verkeert. Als een bedrijf ziet dat je een terugverdientijd van een paar jaar, gaan ze het gewoon eerder doen. Maar als ik dus een tv koop, ik ben daar enorm voor. Ja, maar als ik een tv koop, heb ik het toch ook niet over een terugverdientijd? Het is emotie. Hoe kan het toch zijn als we het over de natuur hebben? Maar dat is hebben, toch jouw terugverdientijd? Jouw terugverdientijd is dat je s'avonds voor de tv zit en denkt, ik heb een geweldig grote tv. Als ik heb dat nog nooit iemand gehoord die een tv ging kopen, dat hij dat had over hoeveel jaar kan ik die tv terugverdienen? Daar gaat het helemaal niet over. Ja, maar gaat het wel over energie en over verpakkingen? En dan gaan we het over terugverdientijden hebben? Ik begrijp er niks van. Ja. Ik ben enorm blij dat ik bij een bedrijf werk wat daar gewoon wel naar kijkt. Ja. En ik ben ook, ik moet zeggen, ik ben echt enorm trots ook op mijn eigen club. Die gewoon aan het nadenken is hoe we dit slimmer kunnen doen. Op dit moment verbouwen wij bijvoorbeeld winkels waarbij we vloeren laten liggen, waarbij we oude koelingen hergebruiken omdat we een nieuw soort gas hebben ontwikkeld, waardoor de levensduur verlengd wordt, waardoor je het niet hoeft af te breken, waardoor het überhaupt nooit afval wordt. Hè? Want dat zijn gewoon dingen en ik ben alleen maar trots en zeg van jongens, laten we doorgaan. En ik ga ze echt niet de maat nemen dat het niet goed gaat. Maar jij en dat ze ook gaan nadenken en dat rekenen. Dat voel jij zo, maar dat is misschien, zegt dat meer over jou dan wat de maat maar je zei iets over het onderwijs ook. En ik denk dat we van alles over het onderwijs kunnen zeggen. Maar ik denk ook dat de mensen die daar werken ook enorm hun best doen om het goed voor elkaar te krijgen en om overal aan te voldoen. En het is wel zo dat de ouders nou eenmaal belangrijk vinden dat kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Sterker nog, vanaf groep 7, ik zal nooit vergeten, ik was een moeder. Vanaf groep 6 heb ik nooit een vader gezien, bij welke oude avond dan ook. En het werd groep 7. En opeens waren de moeders wegkwamen, de vaders gingen het over de CITO-scoren. En dat doen we met elkaar, weet je. Dat is gewoon wat we blijkbaar belangrijk vinden. Dus, maar ik had het ook vrijdagmiddag 1 uurtje, hè? Nee, maar laten we het gewoon lekker de hele week laten doen. We het houden bij het oude. Laten we het houden bij het oude. Met elkaar zijn we allemaal een schakeltje om die verduurzaming tot stand te brengen. En ik denk dat iedereen daar zijn eigen verantwoordelijkheid in moet nemen. En je hebt mensen die hebben een enorme rijkwijde. Die zijn ondernemer en die hebben een grote onderneming onder zich. Ja. En kunnen daar veel in bereiken. Maar ik zit hier ook als vader en ik heb een gezin. En dat zijn er maar 5, maar ik vind wel dat je ook daarin moet acteren. En ook voor mezelf. Dus ik denk dat als je het hebt over verduurzaming, dat het gewoon heel erg op gedrag aankomt. Van als je zegt dat je het belangrijk vindt, laat dan ook zien wat je daarin doet. En zoals ik dat dan zelf zeg, het is gewoon struikelend de toekomst in. Ik bedoel, ik maak ook nog allerlei misstappen en ik moet je ook eerlijk zeggen, ik rij ook nog in een auto waar geen stekker aan zit. Maar ik doe er alles aan om dat op andere vlakken wel goed te compenseren. En die stekkerwagen gaat ook komen. Nou, en ik denk dat bij Albert Heijn ook nog heel veel in verpakkingen zit, omdat het wettelijk moet. Want daar heb ik ook wel eens onderzoek naar gedaan. Je mag heel veel dingen niet gewoon overgenomen hebben. Maar dat is de kracht dus van die kinderen.
die trekken zich daar niks van aan. En die zeggen, maar dan gaan wij vinden dat, wij accepteren dat niet. Wij gaan het afval ophalen. En dan zegt een gemeente bijvoorbeeld, ja, maar je kan niet zomaar aan mijn afval komen. Dat is interessant. Jouw afval. Dus als ik met kinderen hier afval van de grond ga rapen, dan ga jij zeggen dat het jouw afval is. Nou ja, dat is een beetje een ongemakkelijke positie. Want we storen ons allemaal aan het afval. En vervolgens noemen we onszelf eigenaar van afval. Nou, ruim het dan ook op. Ja, ja, dat goed. Kan je wel doen, maar als Albert Heijn kan je niet zeggen van ik leg alles onverpakt neer, want dan krijg je gewoon de voedsel- en waren autoriteit. Hoe deden jouw ouders dat, denk je? En die hadden geen winkel, maar zij moeten dat. Ja, oké. Okay. En daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Dus ze proberen binnen hun mogelijkheden wel stappen te zetten. Maar er zijn wel winkels aan het ontstaan waar je ook gewoon na kan vullen. Waarom zie ik dat waar nog het niet? Mag. Waarom zie ik dat nog niet? Ja, omdat de ene winkel pakt dat wel op en de andere winkel niet. En dan moet er eerst een kritische massa worden bereikt. En dan wordt het interessant voor de multinationals om het ook te gaan doen. Ja, maar het moeten ook consumenten zijn die het interessant vinden. Wij hebben nu een aantal winkels waar je zelf olijfolie kan tappen. En niet heel veel consumenten die dat doen. Ja, het lijkt me ook het minst onhandige product. Waar je dan geen verpakking op hebt. Maar zelfs urans maken is wel heel leuk. Dat doen mijn kinderen altijd heel graag. Wasmiddelen, noten. Ja. Er zijn zoveel voorbeelden. Vraag het aan een kind en die verbaast zich echt. Ja. Maar waarom doen we dat dan niet? En dan komen we toch weer. Ja, het kost geld. Oké. Maar ik denk altijd, ik wil hem geen oordeel van, maar ik denk altijd dat heel veel Albert Heijn mensen toch heel blij zouden zijn als niet iedere appel apart wordt verpakt. Of toch? Ik zou meteen weer naar de Albert Heijn gaan namelijk. Ja. Zelf in een zakje doen, bedoel je? Nou ja, liefst in niet een plastic zakje natuurlijk. Want dan, maar je hebt nu zo'n bodempje. Zo'n plastic bodempje met een cellofaantje. Dan zitten dan vier appels. Dat was vroeger volgens mij een berg appels. Wat ik een enorm goed idee. Kijk, weet je, ik heb het al eerder gezegd. Ik ben niet gespecialiseerd in appels en verpakkingen. Ik ben gewoon van vastgoed en van de bouw van de winkels. Ja. Maar ik zou, dan doen we gewoon lekker een expeditie. Gewoon een keer naar de appels. Want ik koop namelijk mijn appels in zulke grote dozen, onverpakt. En ook peren en noem maar op. Dus, dat kan. Dat kan allemaal. Alleen, wij bieden gewoon alles aan voor verschillende consumenten. Of consumenten die niet zo heel veel willen. En veel biologische producten, die vinden het vaak ook wel plezierig als er een als dat omheen zit. Want dan kan je daar namelijk ook opschrijven dat het een bepaald soort biologische appel is bijvoorbeeld. Ja. En het is natuurlijk ook een manier waarop je kan communiceren met elkaar. Ja. Dus, je kan ook naar de markt, hè? Kan je gewoon alles zo onverpakt in je rugzak doen. Ja, en de groep allemaal. En je bent het allemaal kwijt. Ja. Ja. Ja, dat is, en dat is echt op dinsdag en dan werk ik. Ja. Nou, maar er zijn genoeg markten te vinden waarop je ook andere momenten. Drie kwartier voor moet rijden. Met de auto. Nou ja, zo zijn het allemaal keuzes, maar het kan dus allemaal wel. Dus, maar mensen denken dat het niet kan. Nee, maar de kunst is. Het kan dus ook bij de Albert Heijn. En dan stel ik voor dat ze het ook opruimt. Ik koop gewoon alleen maar losse appels bij de Albert Heijn. Dus, de kunst is denk ik dat we, als we willen verduurzamen, dat we moeten kijken naar de mogelijkheden. Precies. En niet naar de onmogelijkheden. Ja, en die komkommer is onverpakt te kopen. Laat je nou niet gek maken dat er een cellofaantje omheen moet. Is gewoon op de markt los verkrijgbaar. Nou, en zo zijn er nog. Waarom doen ze dat dan? Ja, dat heeft dan met de dan krijgen we weer een technisch verhaal. Het kind begrijpt er al niks meer van. Ja. Denk ik, als je het een kind dan niet meer kan uitleggen, hoe ver ben je dan van die natuur verwijderd? Ja. Ja. Nou, we gaan het volgend jaar zien, de expeditie. We hebben hier nog een ander ding, is dat we een van de wandelaars vragen om een brief te schrijven. Of naar hun kinderen, of naar hun grootouders, of naar de wereldleiders. Ik ben heel benieuwd wat de brief van vandaag is geworden, want ik weet het niet. Maar dan gaan we even naar kijken. Mijn vader stierf toen ik 19 was. Na zijn crematie besloten we geen urn mee naar huis te nemen. Foto's en herinneringen waren genoeg. Toch heb ik later vaak gezocht naar andere manieren om mijn vader weer te voelen. Foto's en herinneringen bleken uiteindelijk toch niet genoeg. Tuurlijk niet. Toen ik afgelopen zomer ging wandelen in de Alpen, wilde ik naar een bergtop waar ik als kind ook was geweest met mijn vader. Een plek waar ik met hem speelde in de sneeuw. Ja, we hadden hier foto's van, maar ik wilde er staan. Ik wilde het voelen. Bovenop de top lag echter geen sneeuw meer. Al jaren niet meer, zeiden ze. Te warm is het geworden. De winters duren te kort. Met moeite kon ik de omgeving nog verbinden met mijn herinneringen.
alsof je net niet je zicht helder krijgt. Net niet je herinneringen in focus. Als de aarde opwarmt, verandert zij. Meer en meer zal zij transformeren en niet meer overeenkomen met onze herinneringen. Lukt het ons straks om nog onze herinneringen te verbinden met de wereld om ons heen? In dat opzicht is de aarde ook een soort van urn. Een container die onze verbindingen bevat met verloren dierbaren. Mensen zoals mijn vader. En ik zou die urn koesteren. Niet voor toekomstige generaties, voor ons. Voor ons vermogen om de verbinding te blijven voelen met ons verleden. Want foto's en herinneringen zijn echt niet genoeg. Tuurlijk niet. Ja, nu valt het eigenlijk niet zo gepast om het gesprek nog verder voor te zetten. Vinden jullie ook niet? Ik zou zeggen, Arend, deel jij je boeken uit? Ja, ik wil in ieder geval aan jou uitdelen. Omdat jij toch een beetje een grote inspirator voor me bent. Met dank alles. Je. En ja, het gaat je goed. Signeren, hè? Super. Die heb ik gezien. Ah, heeft hij al gedaan. Als jullie hem gezien willen hebben, dan doen we dat straks. Geef je hem weer terug. Ja, leuk. Krijgen jullie zo'n gezien. Supermooi. Nou, morgen hoeven we maar 24 kilometer. Dus dat is een eitje. En ik zou zeggen, kom allemaal morgen gezellig weer naar de Walkshow. Tot morgen. Ha ha ha.